Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom weer op deze gloednieuwe vlog. En ja, zoals jullie zien zit ik in de auto. Ja, dat klopt helemaal correct. En ja, ik ben onderweg om even iemand op te halen. Want dat wordt weer een hele leuke dag. Zeker. Maar wat hou ik nog even geheim? En wie ik op ga halen, hou ik ook nog even geheim. Gaan jullie allemaal zien in de vlog. Dus het is vandaag zaterdag 5 oktober. En het is nu 4:13, dus zeg maar bijna 4:15 in de ochtend. En het wordt een hele leuke dag. En ik zou zeggen, geniet ervan. Want dat doe ik ook. En ik ga nu op de weg letten. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, ik moet nog iets van 40 minuten rijden en dan ben ik op plaats van bestemming. Ja. En dan is het voor jullie het derde beeld wat jullie zien. Dus daar zit een hele tijd in, zeg maar. Ja, oh heerlijk. Geweldig. Maar oké, kan gebeuren. Kan gewoon. Dus degene die weet ook dat ik er al aankom. Dus diegene is ook al wakker en die zou ik al zich even aan het ready maken. En dan, het wordt gewoon een hele leuke dag. Echt waar. Jullie gaan, als jullie dit zien, gaan jullie ook helemaal in jullie ogen uitkijken. Echt waar. Geheid. Daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. En als dat niet zo is, dan hang ik denk ik ergens een hoogste boom. Nee hoor, grapje. Maar het is wel af en toe wel lekker mistig, want dat hebben jullie ook net kunnen zien. En dat zeg ik. Ik ga nu nog even lekker muziek luisteren, die 40 minuten. Misschien zien jullie me nog zometeen. Maar dat is duidelijk, zien jullie me zometeen. Maar niet voordat iemand anders nog in mijn auto komt zitten. Ja, daarna zien jullie mij pas. Dus dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. Dan wordt het vanzelf wel leuk. Ja, mam. Ik rij hier gewoon nu 44. Maar ik zou wel moeten. Ja, daar zit ik nog steeds in de auto en we moeten inderdaad nog 27 minuten in de auto blijven. Ja. Ja, ik zie het. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn dat ik dat zie. En ik hoorde een sirene. Ja. Ja, doei doei. Kijk, daar zag je ze. Dat dus. Maar wie heb ik nou mee in de auto? Dat willen jullie ook wel denk ik heel graag weten. Nou, bij deze... Kijk eens, mijn lieve mama. Helemaal geweldig. Die is nu lekker even broodje aan het eten. En we gaan dus nu nog even 26 minuten rijden. En dan zijn we op plaats van bestemming. En jullie gaan het zo allemaal zien.
Ja, ja mensen. Ja, kijk eens. We zijn er aangekomen. En dan is dus nu ook aan het lopen naar de rollator. Ja. En dan gaan we zo meteen lekker naar binnen toe. Geweldig. Dus ja, we zijn dus nu bij Intratuin Duiven, jongens. Dus ik heb er zin in. En mama ook. Want die moest al net een beetje huilen in de auto. Dat ze wist waar we naartoe gingen. Ja, ja. Dus we gaan het weer meemaken zo meteen. Helemaal top. Nou, de hele reutemeteut gaat naar binnen. Ik wacht wel even. Een beetje. Als we hier kijken, een hele dag. Dankjewel. Komt goed. Je staat er nou op. Sorry. Het is druk, ma. Het is druk. Sorry. En we zijn binnen. En het is hier warm. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Eerst even naar de wc. Dat is mooi. Heerlijk. Nou, dit herkennen jullie wel van een aantal x jaar geleden. Een aantal jaren. Vorig jaar, 2 jaar geleden, geen idee. Nee, omdat u helemaal in het midden liep en meer die kant op ging. Ja, dat ken ook. 144. Ja, niet, maar het is gewoon leuk om te zien. Ik hoef het zelf ook niet, maar... Nou. Zo. Ja joh, kun je gewoon. Ja, dat weet ik. Maar geniet er gewoon van. Ik pak dat mijn kerstkleed, wat ik op de grond staan had. Ja, dan moet u kijken, ja. Ja. Ja, dat weet ik, mam, dat weet ik. Ik hoef u allemaal niet uit te leggen, dat weet ik. I know. Ik ben blond, maar ook nog niet zo blond. Ja, lekker. Ga gewoon kijken, zoeken, filmen, maakt niet uit. Ik vind dat heel mooi, hè? Eens kijken. Ja. Dat vind ik heel erg.
is een schat. Ja. Dat weet ik. U gaat nog veel meer zien hoor, maar vandaag, zometeen nu. Zeker. Bent er nog niet hoor. Dan heeft hij boven nog niet gezien. Nee. En hier. Huh. Heeft boven nog niet gezien. Oh je. Kijk eens mensen. We zijn er inderdaad al, wat ik al zei. We moesten kijken hoe mooi het treintje komt ook al eraan. Hier. Behold him, born the King.
pauze te houden. Ik ga even een bakje koffie doen. En een kaasbroodje. Ik koop een kaasbroodje en een munthee met honing. Lekker. En twee koekjes nog wel. Ja, dat is het. Het smaakt lekker. En mama die hobbelt wel een beetje op de eigen tempo lekker achter me aan. Helemaal leuk. Mijn en mijn. Hello Stitch. Stitch, yay. 200 euro is. Ja joh. Kijk gewoon. Die en die is 200 en deze ook. En dan heb ik daar ook geloofd. Kijk. Daar bovenop ook. Hoppa Stitch, kijk gewoon. Hoppa. Leuk man. En we gaan weer even door, deze kant op. Nou, mam. Mam, kijk hier. Te veel om te zien. Ja, maar hier. Kijk eens om u heen. Ja, wat denkt... Mama, wat denkt u ervan even mijn vlog doen? Nee, ik ben met jou ergens. Ja, dat, en dat was bij u en bij u toen. Ja, dat klopt. Kijk eens hoe mooi dit toch is gemaakt. Kijk eens. Kijk eens hoe mooi. Wilt u nog meer mooie dingen zien? Ik zou zeggen, betreed de roltrap. Dat kan wel. Ja, nou geef maar. Pakt u en die... Dat red ik wel. Oh, nee. Dat heb ik. Als u nou aan deze kant pakt... Ja, kan ook... Kijk eens om u heen. Kijk eens hier. Kijk om u heen. Kijk eens achter u. Achter u, boven.
Zo, ik heb deze vriendin heb ik weer thuis veilig afgeleverd. Ja. Hi. Dus. En u vond het gezellig, leuk ik en vond alles? Het heel erg fijn. Mooi zo. Fijn. We zijn allebei nou moe. En ik moet nog even anderhalf uur naar huis rijden, jongens. Ja. Dus komt er goed. Ja, is goed. Nou, doe rustig aan. Ik wel. Ik ga eerst nog even kijken of ik maar even mijn remmen even schoon kan spuiten. Ja, doe dat. Wel eerst. Zit ik een beetje veilig dan onveilig. Ja, dat dus. Dus dat ga ik eerst zo even doen. Even bij de wasstraat. Zo. En daarna ga ik... Nee, deze gaat eraf, die gaat eraf, die gaat eraf en deze gaat eraf. En dan komt er hier nog een sticker erbij. Ja, dat ja, is... Ik weet al wat. Ja, alleen u weet het ontwerp nog niet. Nee, dat weet ik niet, maar dat hoeft ook niet. Maar ik weet wel waar het over gaat. Ja, dat dus, precies dat. Ik weet niet of het heel goed te zien is, maar dat waarschijnlijk wel. Maar hij is vies, jongens. Hij moet echt eventjes door... Eventjes een kleine schoonmaakbeurtje hebben. Ook zelfs dit hier. Het is vies. Maar... Dus dat ga ik even schoonmaken. Dit even. Dus, jullie zien het zometeen. Ja, ik liet jullie dus net zien dat hij behoorlijk vies was. Maar hij is nou weer lekker schoon. Kijk maar hier aan de voorkant. Hier, kijk. Er zit geen vogelschoon. Stront nu erop. Helemaal niks. Ben ik blij mee. Lekker weer schoon. Alles is weer goed leesbaar. Ben ik weer blij mee. En dan ga ik... lekker op naar huis. Ik heb nog anderhalf uur rijden. En ja, wat ik al zeg. Ik ga nu lekker weer op naar huis. Ik ben kapot, jongens. Echt, ik ben kapot, moe. Even die. Ik zie weer wat. Die, ik zie weer wat. Heerlijk. En dan even mijn spiegels eventjes verwarmen. Hola. En dan die even naar beneden. Die toestaan. En dan die. En dan ga ik er lekker nu. Ho, moet ik even deze goed doen? Zo, anders zit het mij niet lekker. Nee. Zo. En dan moet die uit. Ja. Zo, hè. En nu op toehouden, jongens. Favoriete. Hallo, nee. Die moet ik hebben. Om 6:30 kom ik thuis, jongens. 6:30. Het is nu 5:30, hè? 6:30? Nee. 6:30, ja hoor. Het is nu 16:53, dus bijna 5 uur. Sorry, excuus. Maar, wat zeg ik? Mijn auto is lekker schoon. Ben ik blij mee. Heerlijk. Hij rijdt ook weer als een zonnetje, volgens mij. Ik hoor hem ook niet meer. En want waarom ik even ging remmen, dat als ik ging remmen, dan was het waarschijnlijk gewoon omdat hij zo vies was. Gewoon zoveel zand, zoveel vuiligheid erin. Dus ja, nu... heb ik hem weer lekker schoon en dat rijdt ook een stuk fijner. Heel raar, maar het is wel zo. En dan heb ik hem nu dik 2 maanden niet gewassen aan de buitenkant. Dat vind ik nogal netjes voor mezelf, zeg maar. Ja, maar oké. Wat ik al zei, ik ga van huis. Ik ga lekker muziek draaien zoals deze. Den en weer lossen. Hebben liefde voor het vak. Dat dus. Dus dat ga ik even lekker helemaal afluisteren. En dan horen jullie, zien jullie mij straks alweer. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.